Dit is per zondag is het erin gegaan met de hitte. En na de regen is hij op onverklaarbare wijze zijn ze allemaal dichtgetrokken in de beton. Oude gebouwen kunnen zeker bij warm en vochtig weer uitzetten. Maar de vele scheuren die nu in deze flat in Haarlem-Oost ontstaan en ook weer dichttrekken, maken de bewoners erg bezorgd. Onderhoud aan het dak vorige week zou een verklaring kunnen zijn. We zaten hier te stuiteren in de woonkamer. Maar ja goed, het moet gebeuren, daar gaat het niet om. Maar door al die trillingen zijn waarschijnlijk die scheuren allemaal ontstaan. En ook dus in de andere wanden. En dat wordt afgedaan gewoon. Ja. De flat is volgens de bewoners al heel lang onstabiel. Ze hebben vaker bij woningbouwvereniging IJmeren aan de bel getrokken over de slechte staat van de constructie. Hier zit er een halve centimeter. En daar zijn we ook zo heel bang dat hier zoveel spanning op die ramen staan. Want hij drukt de rubbers er namelijk uit. En als je dus kijkt, die hele stijl, die staat bol. Hier staat hij onder, staat hij ook, die stijl, helemaal bol. Dus we zijn als de dood dat er zoveel spanning op die ramen staat, dat hij met een trilling of een ding, dat hij er eerder uitklopt. Ja, de lekkage. Dat is hier. Ja, je bent er gezegend mee. Pak heel opruimen, raampjes lappen. Nou, zoals je hier kan zien, is hier gewoon een stuk van 30 bij 60 is gewoon naar buiten gedrukt. De bewoners vermoeden betonrot. Er is onderzoek gedaan in de flat, maar ze hebben daar nog niets over gehoord. En het wordt afgedaan of, nou ja, dat je een oude man bent en dat je er geen verstand van hebt. En dat vinden we het ergste. We worden niet serieus genomen.